Nog even Dion Graus. Kun je dat serieus nemen? Nee. Nee. Lilian? Nee. Dion Graus? Nee. Dat moet zo'n aardige man zijn. Ja, wereldgozer vast want zeker. Die, maar... die Geert is er dol op. Hij deelt alles, ja. Maar ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik ben hem niet vaak tegengekomen. Oh, maar de keren dat ik hem in de kamer zo rondom tegen was hij uit. Dat was vriendelijk en hartelijk. Ja. En hij vroeg altijd, oh, is het met je vader? Vroeg hij dan. Ik zie wel een goede minister in hem. Nee, dat maar hij is heel vriendelijk. Nee, dat zie ik niet. Ja. Als je hem tegenkomt, moet je zeggen altijd heel vriendelijk. Maar dat met die dieren gaat er een beetje in op ook. Hè? Want nog even de wolf. Maar er zijn zoveel dieren die. Ja, dat is echt niet geloof. Er lijden heel veel mensen aan het roodkapjesyndroom. En dat komt als kind ook. Er wordt roodkapje voorgelezen. De grote boze wolf. Een heel akelig wezentje was dat. En die grootmoeder op, dat weet ik maar. Logisch zijn er ook wolven die soms problemen veroorzaken. Het zijn. Roofdieren, dat zijn predatoren. Maar ik zeg u dat doordat eeuwenlang de vos is bejaagd, dat ga ik u niet zeggen, en daar heb ik ook zelf ook onderzoek naar gedaan. Daarom zitten we nu met heel veel overlast, bijvoorbeeld ook in bepaalde gebieden van ganzen. Want eerst hebben ze massaal de vos, hebben ze zitten afschieten. En nu gaan ze zeggen, ja, maar nu zijn er de ganzen, dan moeten we daar. Zo overal waar de mensen ingrijpen, het zijn communicerende vaten, je gaat dat allemaal afschieten, dan gaat dat weer. Ik wilde de wolf juist als predator inzetten tegen overlast. Dat is toch gewoon niet te geloven. Ja, dat kan echt niet. Dat is toch ja, maar leuk, kijk, man. Als je dit ziet, dan kun je toch moeilijk de politiek serieus nemen. Ja. En dan komt meneer Van Ooyen van de ChristenUnie aan het woord. Die tekent eerst dat er 500.000 euro op de jongerenzorg, op de jeugdzorg wordt bezuinigd. En nu wil hij weer dat dat ingetrokken wordt. Dan denk je 500 miljoen was dat volgens mij zo. Ja. 500 miljoen, ja. Wat is dat voor een dwaas, joh? Eerst een handtekening zetten en dan het kan niet. Ja, vlak voor die weggaat.